Bedankt voor je lezing. Uh, ik heb een vraag. Hoe zou je de opmerking van Victor Stenger willen plaatsen... dat God traceerbaar zou moeten zijn... als hij aanwezig was in het leven van mensen... en alles heeft veroorzaakt? Hmm. Want hij beweert dat het wetenschappelijk niet te bewijzen is... dat God traceerbaar is. Ja, dat, heeft, uh, dat is een hele interessante vraag. En het heeft te maken met het wezen van God. Is God onderdeel... Van de schepping die Hij heeft gemaakt, of niet? Als God onderdeel is van de schepping die Hij heeft gemaakt, onderdeel van het universum, dan is Hij traceerbaar. Dan moeten we Hem ergens kunnen vinden, moeten we Hem ergens kunnen zien, of in ieder geval ergens sporen van Hem kunnen ontdekken in de breedste zin van het woord. Ik denk, als we naar de Bijbel kijken, dat het antwoord heel duidelijk is. Dat God geen onderdeel is geworden van de schepping die hij heeft gemaakt. Ja, natuurlijk in de incarnatie in Jezus Christus, maar niet op die manier zoals hij dat bedoelt. He, dus als we gaan kijken, waar zou God zijn? Zou hij misschien op de maan zitten, aan die donkere kant van de maan, waar allemaal interessante theorieën over zijn? Zou hij misschien op Pluto zijn? Of misschien in een ander sterrenstelsel? Dan moeten we tot de conclusie komen: nee. Waar we ook kijken, hoe lang we ook zoeken, hoeveel tijd en energie en geld we daar ook investeren, we gaan God niet vinden. Niet op die manier. Maar, bijvoorbeeld als we kijken naar het kosmologisch godsbewijs waar we net naar hebben gekeken, is het wel degelijk de moderne wetenschap die ons ertoe leidt dat we tot de conclusie komen van, als we daar naar kijken, is het wel waarschijnlijk dat God bestaat. En niet alleen op basis van die ontdekking, maar als we kijken naar het totaalplaatje waar we nu geen tijd voor hebben, kunnen we denk ik, en denken die andere weet, andere. Denken die, topwetenschappers, <laughs> oh, denken die topwetenschappers, die ik net heb genoemd, van hey, inderdaad, als we dat op een rijtje zetten, is het waarschijnlijk dat God bestaat, zelfs in zo mate dat we ervan overtuigd zijn geraakt. Maar dat is wel een belangrijk onderscheid. God kunnen we niet detecteren, we kunnen God niet bewijzen. Maar als we kijken naar de moderne wetenschap, kunnen we wel zien dat die ontdekkingen ons erop bewijzen dat God bestaat. Oké? Okay? Isanne. Um, een aantal vragen via de Google Forms. <laughs> um, als ik ze even in willekeurige volgorde voorlees, is er één vraag uh, over het universum. Wat je vertelde dat het steeds groter wordt. Uh -huh. Is de vraag: als het universum uitdijt, betekent het dan zo dat de zon, de maan, de planeten en zo dan nog steeds, steeds verder weggaan? Ten opzichte van elkaar bedoel je? Of? Ik denk vanuit okay. ons, als het uitdijt. Betekent het dat het nog steeds verder gaat? Um, de uitdijing van het heelal is heel complex. En ik zal gelijk toegeven, ik ben geen expert op het gebied van de uitdijing van het heelal. Voor zover als ik het begrijp, is die uitdijing, en ja, waar duidt het heelal eigenlijk überhaupt in uit? Want ruimte is er niet, buiten het universum, dus dat is een hele interessante kwestie. Maar is het niet zo dat de zon en de maan en de aarde ten opzichte van elkaar steeds verder uit elkaar bewegen? En dat is maar goed ook, anders zouden we hier niet heel lang blijven. He, want dat is onderdeel van die natuurwet, die natuurconstanten, die dingen die nou eenmaal zo zijn. Die waarden die dat kan hebben, de afstand van de zon tot de aarde bijvoorbeeld. Er is een enorm spectrum aan mogelijkheden, maar een heel klein deel van het spectrum maakt leven op aarde mogelijk. He, dus de zon staat op precies de juiste afstand van de aarde, zodat het warm genoeg is om te leven, maar niet zo warm dat we allemaal koken, zodat het niet zo koud is dat er geen leven mogelijk is, enzovoort. Het is een enorme balans. Niet alleen tussen de afstand van de aarde en de zon, maar daar zit nog veel meer omheen. Dus de uitdijing van het heelal betekent niet dat uh, over een jaar of tien dat, dat het enorm koud zal zijn hier op aarde, omdat de zon verdwenen is naar een ander melkherstelsel. Nee, zo is het niet. Het gaat meer om het totaal van het universum. Als we weten dat het universum is ontstaan, weten we dan ook wanneer het gaat eindigen? Oeh, ja, dat is een interessante vraag. Er zijn allerlei uh, theorieën natuurlijk over mogelijk, van oké, okay, als we weten hoe het universum is ontstaan, hoe gaat het dan een keer eindigen? Er zijn films over gemaakt, die apocalypse en uh, allemaal aansprekende titels die je daaraan kunt geven. Um, ik denk als we naar de Bijbel kijken, dat we daar een heel duidelijke schets krijgen van hoe het heelal en het universum aan hun einde gaan komen. Als we kijken naar de Bijbel, dan zien we in het begin God de hemel en de aarde. Maar in ieder geval sinds de zonneval zijn ze als een kleed, als een voorwerp, als een kledingstuk. Het verslijt als een mantel. Er komt een tijd, dan zal het niet meer functioneren zoals het bedoeld is. Dan wordt het opgerold en dan gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Of beter gezegd, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maken. He, dus als we kijken naar de Bijbel, zien we heel duidelijk het universum. ...heeft niet het eeuwige leven. In ieder geval niet zoals wij het nu kennen. Als we kijken naar de wetenschap... ...ja, dan hebben we nog een paar miljard jaar te gaan. En wie weet hoe dat een keer gaat lopen. Misschien komt er zoiets als de hitte dood... ...of de kou dood, net hoe je het wilt zien. Dat alle bruikbare energie in het universum een keer opraakt. Dat al het leven in het universum sterft. En dat het gewoon een koude, troosteloze, levensloze bedoeling zal zijn. Wie zal het zeggen? Maar goed, zover zijn we nog niet. Dan hebben we in ieder geval in wetenschappelijke termen nog een paar miljard jaar te gaan... Ik denk als we kijken naar de Bijbel, dat we dat punt niet gaan bereiken. Een andere vraag over de theorie van Hawkins. Uh, wie of hoeveel wetenschappers uh, weet jij die de theorie hebben ontkracht? Die van Hawkins? Ja. Uh, nou ja, dat is het, die, de theorie van. Uh, je wilt de theorie van het multiversum dan, hè? Dat staat er niet bij. Maar daar ga ik ja. vanuit. Kijk, het is een ontzettend recent. Deel van de wetenschap. En er moeten nog heel veel ontdekkingen gedaan worden. Er is recent weer een nieuw apparaatje, uh, de ruimte ingestuurd, dat ons weer veel verder gaat brengen, dat we veel meer kunnen zien, veel meer informatie kunnen krijgen. Er is heel veel wat we nog niet weten. Het punt van de specifieke multiversum-theorie, zoals Hawking die formuleert, ja, die is weer legd door ontzettend veel mensen. En dat is ook helemaal niet zo moeilijk te doen. Dat hebben we net eigenlijk ook al gedaan. En niet op één punt, maar op drie punten. Want zoals hij het onder woorden brengt, het is gewoon een logische tegenstrijdigheid. Het kan gewoon niet zoals hij het zegt. Um, tegelijkertijd, als ik kijk naar de technische zaken, van oké, okay, maar wacht even, er zit natuurlijk wel een heel stukje serieuze wetenschap achter. Hoe zit het daar dan mee? Ja, er zijn allerlei verschillende modellen en allerlei verschillende theorieën waar die van hem er één van is. En het is nog niet zo dat er consensus is dat iedereen binnen de astronomie zegt oké. Okay, dit is het model, we weten nu hoe het zit en hier gaan we met z'n allen voor. Er zijn allerlei verschillende opties, zijn allemaal bespreekbaar en er gaan er waarschijnlijk nog veel meer bij komen. Dus het is niet zozeer dat, de, dat het multiversum verhaal een soort consensus, een soort standaard wat nu ontkracht moet worden door mensen. Het is meer een voorstel waarover gesproken kan worden. En met name als je kijkt bijvoorbeeld naar de uh, filosofische wereld, dan... Even kijken... Ja, hebben we bijvoorbeeld dit boekje van John Lennox. Het is een heel dun boekje. Uh, ik, ik noemde hem net, hij is wiskundige van Oxford University. En hij heeft in dit boek een reactie geschreven op die theorie van Stephen Hawking. En hierin legt hij heel erg goed uit, het heet God en Stephen Hawking, whose design is it anyway. En op de voorkant staat: A brilliant response to Stephen Hawking's The Grand Design. Make sure you hear both sides of the argument. Een aanbeveling van Alistair McGrath, een bekende theoloog. En dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Dus als je nou wilt weten wat andere wetenschappers schrijven over de theorie van Stephen Hawking, lees dit boekje. Dat kun je in twee of drie uurtjes uit hebben. En het zegt in grote lijnen eigenlijk wat ik net heb gezegd. Of andersom, eigenlijk heb ik dit in het kort gezegd, wat hierin staat. Het luidt het nog even voor de duidelijkheid. Er is gesteld dat er meerdere universa zijn. En ik vraag me af of men daadwerkelijk universa gevonden heeft. Of zijn het gewoon de planeten of andere melkwegstelsels die ze bedoelen? Nou, weet je wat zo interessant is van ons universum? Dat hebben we nog, dat hebben we nog niet eens helemaal in kaart gebracht. En het is al helemaal voor ons onmogelijk om met de wetenschappelijke instrumenten die we op dit moment hebben, te kijken voorbij de grenzen van ons universum. En volgens mij noemde ik het net al eventjes: die theorie dat er een multiversum is, is 100% speculatief. Er is geen enkel empirisch bewijs dat er naast ons universum, wat we dus kunnen zien, waar we onderdeel van uitmaken, nog een universum is. Laat staan dat er oneindig veel andere universums zijn. Dus kunnen we daar voorbij kijken? Is er bewijs? Hebben we het gezien? Hebben we er spoortjes van ontvangen? Radiosignalen of weet ik veel? Nee, zip, nada, helemaal niks. Maar je moet wat als je wilt ontkomen aan de conclusie dat het universum is geschapen door God. We gaan even de microfoons erbij pakken, dan kunnen we het allemaal horen. Ja, ik vroeg me af, heeft men het misschien niet over melkwegstelsels die men heeft gevonden, of? Uh... Nee, met een universum wordt iets bedoeld dat veel groter is dan één sterrenstelsel. Oké. Okay. Ja. Okay. ja, duidelijk. Want dat er meerdere sterrenstelsels zijn, dat, dat weten we. En die kunnen we bijvoorbeeld wel zien. Nog één vraag die daarbij kwam. Hoe weten we dat er geen zwaartekracht is buiten het universum? Ah, hoe weten we dat er geen zwaartekracht is buiten het universum? Nou, buiten het universum is er geen tijd, er is geen ruimte, er is geen materie. W wat is er buiten het universum? In principe niets. En niets is niet een vorm van iets, maar helemaal niets. Of je moet tot de conclusie komen dat er meerdere universa zijn. Maar goed, daar hebben we geen bewijs voor. Dus hoe weten we dat er geen zwaartekracht is of geen wet van de zwaartekracht buiten het universum? Omdat het universum in principe alles omvat wat er is. Dus daarbuiten is er geen tijd, geen materie, geen ruimte, geen natuurwetten, geen natuurconstanten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een andere vraag nog. Is er een indicatie hoe lang geleden de oerkanaal plaats heeft gevonden? Ja, volgens mij 14,6 miljard jaar. Dat is de indicatie. Maar goed, ook daarvoor geldt, best wel interessant. Hoe zit dat nou eigenlijk? Als we kijken naar de moderne wetenschap, is voor zover als ik het weet, is dat een beetje de algemene richtlijn. Ongeveer 14,6 miljard jaar. Maar hoe kijken wij daar nou naar als kistenen? Wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? Dan is het denk ik heel erg belangrijk dat we een onderscheid maken tussen het doel van moderne wetenschap en het doel van de Bijbel. Het doel van de Bijbel is ons dus niet om te leren hoe oud het universum is. Het doel van de Bijbel is niet om ons te leren hoe snel het universum is uitgedijd. Het doel van de Bijbel is niet al die dingen die de wetenschap ons kan vertellen, al te vertellen. Het doel van de Bijbel is, is om ons heel duidelijk te maken vanaf het begin, er is een God. En die God is de schepper van de hemel en de aarde. En hij heeft het universum gemaakt waar wij onderdeel van uitmaken, vanuit zijn overstromende liefde, vanuit zijn goedheid, om de liefde en de relatie die hij in zichzelf heeft en is, want God is een drie enige God, te delen met mensen die hij gemaakt heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is het doel van de Bijbel. En God heeft ons de wetenschap gegeven om te ontdekken, maar hoe zit het dan? En dat is een fascinerende wereld, maar op een ander niveau. Dus we moeten niet naar de Bijbel gaan en kijken, oké, okay, maar hoe oud is het universum nou eigenlijk? Want dat is niet de vraag waar de Bijbel een antwoord op zoekt te geven. Daar hebben we de wetenschap voor. Is het 14,6 miljard jaar? Is het 14,6 miljard jaar? Is het 6000 jaar? Is het 6000 jaar? Is het nog veel ouder dan we nu kunnen dromen? Is het veel ouder dan we nu kunnen dromen? Dat is een vraag die de wetenschap voor ons kan beantwoorden. Er zijn natuurlijk heel veel vragen die daaraan vasthangen. Voel je vrij om die te stellen via Google Forms of met de microfoon. Terwijl je dat zegt, komt er nog een vraag binnen. Oké. Okay. NASA en allerlei instituten zijn driftig op zoek naar een andere planeet dan de aarde waar ook leven is. Hoe mm -hmm. kijk jij naar deze zoekdrift? Ik vind het fascinerend. Ik wil het ook van harte aanmoedigen. Ik denk alleen niet dat ze wat gaan vinden. En dat heeft een beetje te maken met het derde punt wat ik net noemde: van die wetenschappelijke ontdekkingen die er gedaan zijn. Kijk, vroeger dacht iedereen dus, en wij lachen erom, maar dat was gewoon normaal: dat leven vanzelf ontstaat uit levenloze materie. Met andere woorden, leven is niet zo bijzonder. Dat het hier is, hoef ik helemaal niet van te, raar van te staan te kijken, want dat gebeurt gewoon heel de tijd. Heel de tijd ontstaat er leven uit levenloze materie. Nu pas beginnen we een beetje te ontdekken hoe bijzonder het leven eigenlijk is. En nu pas komen we tot de conclusie, maar wacht even, leven ontstaat helemaal niet zomaar uit levenloze materie. Dus als er ergens anders in het universum leven is, dat is wel mogelijk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Bijbel, zegt de Bijbel ook helemaal niks over. Dat kan. Maar dan is dat leven niet ontstaan uit levenloze materie. Want we weten dat kan niet inmiddels. Nogmaals, ik denk persoonlijk niet dat er leven is op een andere planeet binnen ons universum. Waarom niet? Omdat ik daar helemaal niks over lees in de Bijbel. Maar goed, het is wel mogelijk. Want God hoeft ons niet alles te vertellen. God vertelt ons ook niet alles in de Bijbel. Dus als er leven ontdekt wordt op een andere planeet prachtig, geweldig, hartstikke leuk dan heeft God dat ook daar gemaakt en ook daar een plek gegeven. En dan zal God ook daar een goede reden voor hebben. Een vraag die ook aan het begin was gestuurd. Is als er zo duidelijk twee wetenschappelijke verkla verklaringen zijn voor het ontstaan van de aarde. Waarom wordt er vanaf lagere school dan al over één theorie, de evolutietheorie, onderwezen? Kan je die herhalen, want het eerste stukje is relevant. Als er zo duidelijk twee wetenschappelijke verklaringen zijn voor het ontstaan van de aarde. Hmm. Ja, kijk, de evolutietheorie is geen verklaring voor het ontstaan van de aarde, evolutietheorie is een ontwikkelings. Theorie. En een ontwikkelingstheorie is iets heel anders dan een ontstaanstheorie. Dus alles waar we het net over hebben gehad, tenminste niet het leven, maar als we het hebben over het kosmologisch godsbewijs, als we het hebben over de Big Bang, als we het hebben over de theorie van Stephen Hawking, dat heeft helemaal niets te maken met biologische evolutie. Zoals um, bijvoorbeeld Richard Dawkins daar een grote voorstander van is op dit moment. He, dus als we het puur hebben over dat stukje van het universum, de uitdaging van het heelal, het ontstaan van het universum enzovoorts. Ja, niemand en niets zegt, ook niet op een middelbare school, dat dat komt omdat er een evolutietheorie is. De evolutietheorie gaat puur over de ontwikkeling van het leven op deze aarde. Dus dat is wat anders. Het is heel belangrijk dat we dat onderscheid maken. De laatste vraag die is ingestuurd aan het begin was nog een overkoepelende: Wat is wetenschap? Wat is wetenschap? Ja. Ja, daar kunnen we het dagenlang over hebben, jongens. Daar kunnen we allemaal onze eigen invulling aan geven, allemaal onze eigen definitie aangeven. Um, ik heb niet 1, 2, 3, een, een definitie paraat. Ik zou zeggen, kijk in het woordenboek. Daar zal waarschijnlijk iets moois en iets duidelijks geformuleerd staan. In grote lijnen komt het natuurlijk hierop neer dat we ons verstand gebruiken om de wereld om ons heen beter te begrijpen. En dat kan zijn op allerlei verschillende gebieden. Astronomie, als we het hebben over het heelal, biologie, als we het hebben over het leven, scheikunde, natuurkunde, enzovoort, en filosofie enzovoort, en natuurlijk theologie als koningin van de wetenschappen. He, dat valt allemaal binnen dat spectrum van de wetenschap. Maar het heeft één doel meer kennis vergaren, beter begrijpen. Eigenlijk die quote van Anselmus, die ik noemde fides querens intellectum, geloof zoekt te begrijpen. En wetenschap is daar een ontzettend belangrijk hulpmiddel bij. Komt er komt daar net nog eentje binnen. Even kijken. Er wordt door mensen die niet in God geloven van alles geroepen, zoals de Big Ben, niets uit het iets. Nu is dat dus uh, tegengestelde. Hoe kun je, als ook nog eens niet-academisch gescholden leek, hier nu kort een zinnig antwoord op geven? Ja, dat is een goede vraag. Daar moeten we met elkaar misschien maar eens even over nadenken. Nee, maar het komt erop neer, wat ik, wat ik net zeg, dat is natuurlijk onmogelijk om allemaal uit je hoofd te leren en zo te reproduceren in een gesprek. Maar. De hoofdlijn hiervan heb ik tientallen keren gedeeld, ook gewoon in de voetbalkantine. Het is helemaal niet ingewikkeld, het is namelijk gewoon zo. Vroeger dachten mensen, en niet alleen simpele zielen, maar zelfs de meest intellectuele mensen, dat het universum eeuwig is. Dat het geen begin heeft, dat het nooit is ontstaan. Nu heeft de moderne wetenschap ons geleerd dat het universum wel een begin heeft. Alles wat ontstaat heeft een oorzaak. Het universum is ontstaan. Dus het universum heeft een oorzaak. Die oorzaak moet buiten het universum zelf liggen, want niets kan zichzelf maken, in tegenstelling tot wat Hawking ons wil doen geloven. Dus wat is die oorzaak? Het moet tijdloos, ruimteloos, materieloos zijn, machtig genoeg om dit te maken. En, maar dat is een complexer verhaal. Omdat het niet eeuwig is, moet het ook nog eens een persoonlijke oorzaak zijn. Dus. Oorzaak van het universum is tijdloos, materieloos, ruimteloos, machtig en persoonlijk. Eke, wat bedoelen we daarmee? God. Dat is mijn beste poging. Dan nou weet ik niet of er nog mensen zijn die, nadat je dit gehoord hebt nog vragen hebben. Moet ik mezelf vasthouden? Nou, ja. Uh, ik had nog even een vraag, want je, je noemt uh, de, de eeuwigheid van het heelal wat ze hebben moeten loslaten. Dat is behoorlijk revolutionair geweest. Uh, zou je ook iets kunnen vertellen, want ik zie die DNA-achtige DNA dingen, wat voor impact dat heeft gehad? Hè? Wat, dat heeft een eigen taal en dat veronderstelt een programmeur. Hm. Uh, dat is in mijn uh, ogen ook heel revolutionair geweest. Ja. Uh, kan je daar ook iets over zeggen? <coughs> ja, zeker. Uh, bedoel je specifiek de ontdekking van DNA? Ja, en de informatie. Die Kijk, dat heeft te maken met wat ik net vertelde. Vroeger dachten mensen, leven is simpel. Het ontstaat heel de tijd uit levenloze materie, niks bijzonders. Dat wij toevallig zo eruit zien, is willekeurig. Nu weten we, met dank aan de moderne wetenschap, leven is helemaal niet simpel. Leven is extreem complex. En dan snappen we nog lang niet alle details van wat leven is, wat leven mogelijk maakt en hoe leven werkt. Een van de dingen die we wel hebben ontdekt, is dat levende wezens DNA hebben. DNA is een soort informatie die opgeslagen ligt, bijna altijd, voor het grootste deel in ieder geval, in onze celkernen. En die DNA, die informatie, is niet uit de lucht komen vallen. Dus er, die moet ergens vandaan komen. Maar waar komt dat DNA nou vandaan? Waar komt de informatie vandaan die nodig is voor leven? Waar komt de informatie vandaan die de bouwsteen, één van de bouwstenen is, van het leven? Dat is een hele interessante vraag. En natuurlijk zijn er twee mogelijkheden. Of we kijken naar de Bijbel en we zeggen we weten het antwoord. In het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna heeft hij de planten en de dieren en de mensen en alle levende wezens gemaakt. En dan denk ik, dat antwoord is correct. Daarbij kunnen we ook kijken naar de wetenschap. En natuurlijk als je niet in een god gelooft, moet je met een materialistische verklaring komen, met een verklaring waar je god niet nodig hebt. En dan wordt het heel ingewikkeld. En dan blijkt ook, er zijn allerlei modellen, er zijn allerlei theorieën over hoe dat DNA is ontstaan. Meestal gaat het ongeveer zo: DNA is te complex om uit niets te ontstaan of uit levenloze materie ontstaan. Dus er moet een voorloper van dat DNA zijn geweest. Laten we zeggen: RNA. En daar is weer een voorloop van geweest. En daar is weer een voorloop van. Dus eigenlijk een soort chemische evolutie van het leven wordt er als het ware geschetst. Waarbij hele simpele bouwstukjes door toeval bij elkaar komen. Die simpele bouwstukjes komen bij toeval weer samen bij nog andere simpele bouwstukjes. En samen vormen die steeds complexere gehelen tot wij uiteindelijk komen bij levende wezens. Die in staat zijn om zichzelf voor te planten. Om hun fenotypes over te dragen in hun genotypes. Aan het volgende geslacht, waardoor informatie bewaard kan blijven, waardoor we kunnen gaan bouwen aan iets wat er uiteindelijk in resulteert dat er mensen zijn. Nou, dat klinkt fantastisch, klinkt ook voor een deel zo ingewikkeld dat ik het zelf niet eens begrijp, maar puntje bij paaltje is het zo dat er nooit een overtuigende, doorslaggevende verklaring is gegeven. Waar komt dat DNA nou eigenlijk vandaan? En dan kun je zeggen dat het een soort God of the Gaps, dat we God gaan invullen waar de wetenschap nog geen antwoord op geeft. Maar ik denk eigenlijk dat het andersom is. Dat we niet zeggen: oh, we weten het nog niet, dus nu maken we daar nog maar even van dat God het heeft gedaan. Maar straks, als de wetenschap ontdekt, zeggen oké, okay, er blijft steeds minder ruimte over voor God naarmate we meer ontdekken. Nee, ik denk dat het andersom is. Naarmate we meer ontdekken over het leven, over het DNA. Enzovoort, enzovoort, komt er steeds meer ruimte voor God. Het is niet alsof de wetenschap onze ruimte voor God inperkt, maar het maakt het steeds waarschijnlijker. Dat is waarom mensen als Anthony Flew bijvoorbeeld ook tot de conclusie zijn gekomen: er moet wel een God zijn, omdat het leven zo bijzonder is. En uh, wat uh, meer van een afstand een vraag, wie schiep God? Ha, ja, dat is een hele goeie. Want, en, en dat is echt een hele belangrijke, want deze, dit is bijna de standaard reactie, ook van de slimste mensen in de atheïstische wereld. Oh, wacht even, dat deductieve argument wat we net zagen, alles wat ontstaat heeft een oorzaak. Wat is dan de oorzaak van God? Wie heeft God dan gemaakt? Maar we moeten even goed kijken naar dat tweede Stukje van het argument. Alles wat ontstaat, heeft een oorzaak. Dus als mensen vragen, wat is de oorzaak van God of wie heeft God gemaakt, veronderstellen ze dat God ontstaan is, dat God een begin heeft, dat God eindig is. Maar als we kijken naar de Bijbel, en dat is niet iets wat we recent hebben verzonnen door de moderne ontwikkelingen, nee, dat is wat we vanaf het begin af aan hebben geloofd, God is eeuwig, God is transcendent. God is oneindig. God is zonder begin. Dus dat voordeel wat bijvoorbeeld de Griekse filosofen hebben geprobeerd om toe te passen op het universum, namelijk het is eeuwig, dus het heeft geen oorzaak, dus hoef het niet te verklaren, dat geldt in de wezenlijke zin voor God. God is niet ontstaan. God heeft geen begin. God is eeuwig. En als we kijken naar de Bijbel heel duidelijk, God heeft het leven in zichzelf. God heeft geen oorzaak. God heeft geen begin. Er is geen verklaring voor God buiten God zelf. Dus dat deze vraag gesteld wordt, en dit is eigenlijk alles wat er over te zeggen valt, is heel simpel eigenlijk. Maar nog steeds wordt deze vraag heel vaak gesteld. Maar wie heeft God dan gemaakt? Terwijl het is helemaal geen overtuigende vraag is. Het antwoord is heel makkelijk. Zijn er nog mensen die een vraag vanuit de zaal willen stellen met de microfoon? Iemand die nu al gaan typen is, of wil gaan typen. Dan weet ik niet of je zelf nog aanvulling hebt, na alles wat er nu gevraagd en gedaan is. Ja, dat was onvoorstelbaar duidelijk dan, jongens. Als niemand meer een vraag heeft, alles over geloof en wetenschap is vandaag behandeld en beantwoord. Geweldig. Er werd net een vraag gesteld over evolutie. Misschien kan ik daar even wat over zeggen, want dat vind ik zelf in ieder geval een heel erg belangrijk thema en topic. Dat heeft dus niet zozeer te maken met het ontstaan van het universum, heeft niets te maken met de Big Bang en dat hele verhaal, maar het heeft te maken met de ontwikkeling van het leven. Eigenlijk treedt die theorie als het ware in werking op het moment dat er leven op aarde is. Waar het vandaan komt, hoe het is ontstaan, zegt het. Niets over. Daar hebben we andere verklaringen voor. Bijvoorbeeld in het begin schiep God de hemel en de aarde. Of in het begin schiep het hele al zichzelf uit niets, omdat het zoiets is als de wet van de zwaartekracht. Om maar even twee voorbeelden te noemen. En als we het hebben over evolutie, dan ga ik even inzoomen op het concept van de biologische evolutie, hè, waar ik het net over heb, de ontwikkeling van het leven op deze aarde. Dan is er één vraag die we altijd als allereerste moeten stellen. En het klinkt een beetje flauw, maar het is. Essentieel. En ik zal straks uitleggen waarom. Wat is evolutie? Of, anders gesteld, wat bedoelen we als we zeggen evolutie? Het is een definitiekwestie, maar geen semantische kwestie. Het is een wezenlijk onderdeel van de discussie, een wezenlijk onderdeel van waar het om gaat. Um, ik vond het zo interessant om met deze vraagstukken bezig te houden dat ik tijdens mijn studie een vak ben gaan volgen. En dat vak heette Evolutiebiologie. Dat gaat hierover. En voor dat vak moesten we onder andere dit boek lezen. Essentials of Ecology. Het is een soort standaardwerk binnen die wereld. En um, ik dacht, dat het is goed om eventjes te noemen... dat ik niet zomaar ergens een random quote vandaan heb gehaald... of, of een definitie van, van een of andere amateur. Nee, dit is een standaardwerk dat een gangbare definitie geeft... van wat evolutie is. En zij zeggen dit. Evolutie is de verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van een populatie. Altijd een beetje ingewikkeld geformuleerd. Het betekent eigenlijk dit. Je hebt een groep organismen. Bijvoorbeeld dieren, bijvoorbeeld mensen. Net, net hoe je het wilt invullen. Een populatie heet dat. En elke populatie heeft een totaal aan DNA. Aan genetische informatie. En de sta het statement van dit boek is... evolutie... Betekent dat die erfelijke eigenschappen van een groep dieren of planten of mensen verandert in de loop van de tijd. That's it. Niks meer en niks minder. Maar als we inderdaad met z'n allen concluderen: oké, okay, dit is wat we bedoelen met evolutie, is er wel iets belangrijks om daarbij op te merken. Want dit is namelijk helemaal geen evolutie. Verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van een populatie is adaptatie. Dat betekent het aanpassen van een populatie aan de omgeving waar het in leeft. Als de weersomstandigheden bijvoorbeeld kouder worden, verwacht je dat over loop van de tijd de gemiddelde lichaamsomvang van een organisme in een populatie afneemt, kunnen we bestuderen heel makkelijk aan te tonen: feitelijk correct. Maar is er dan sprake van evolutie? Ja, als we het hebben over deze definitie wel. Maar feitelijk is het alleen een adaptatie. Want wat er meestal bedoeld wordt met evolutie in het grote plaatje, is natuurlijk de ontwikkeling van een eenvoudig, eencellig organisme tot de mens. Oké, okay? maar dat is iets heel anders. Voor de ontwikkeling van een eencellig organisme tot zoiets complex als een mens is veel meer nodig dan een aanpassing aan omstandigheden. Daarvoor moet er een structurele toename van genetische complexiteit zijn. Die ook nog eens een keer functioneel is. En, dat heeft daar alles mee te maken, overdraagbaar is. Alleen de verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van de populatie is niet per definitie evolutie. Dat kan net zo goed inhouden dat bepaalde kenmerken of functionaliteiten in die populatie verloren gaan. Want dan is er ook een verandering. Het kan net zo goed devolutie zijn als evolutie. Als we deze definitie hanteren. Want die adaptatie, zoals ik het net probeerde uit te leggen, is niet automatisch een toename van genetische complexiteit. Die verandering kan ook een afname van genetische complexiteit zijn. En dan kom je nooit van een eencellige bij de mens. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus dat is echt een heel groot probleem. Want bijna alle, voor zover ik weet, alle Wetenschappelijke publicaties, alle standaardboeken die gebruikt worden op middelbare scholen, maar ook op universiteiten, geven dit als definitie van evolutie. Daar kom ik straks nog even op terug. Een tweede punt, wat genoemd moet worden in het kader van evolutie, is dit: wat is de motor van evolutie? Ook dan kijken we naar de standaardwerken en zien we, als we het hebben over het Darwinisme en het neo-darwinisme, de vormen van de evolutietheorie. Twee Mechanismen, twee processen, twee motoren als het ware, die die ontwikkeling, want dat is natuurlijk wat ze uiteindelijk bedoelen: ontwikkeling van eencellig tot de mens faciliteren en mogelijk maken. Namelijk één genetische variatie: mutaties die optreden bij het kopiëren van dat DNA, van die informatie die in onze cellen zit. En twee natuurlijke selectie. Maar als we die genetische variatie hebben en als we die natuurlijke selectie hebben. Wat krijgen we dan? Een probleem. Namelijk, ook dat leidt alleen maar tot adaptatie. Ook dat leidt er niet automatisch toe dat er een toename is van genetische complexiteit. Want die genetische complexiteit is lang niet altijd nodig om ervoor te zorgen dat de populatie zich aanpast aan de omstandigheden. En survival of the fittest, misschien ken je die term wel, kan optreden. Dus. Die twee motoren die dan geschetst worden: genetische variatie en natuurlijke selectie, die zijn wel adaptatie, maar niet ontwikkeling van eencellige tot mens. Die twee processen, die twee motoren die geschetst worden, zijn niet toereikend. Absoluut niet. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dat vind ik heel erg logisch. En gelukkig zijn er meer mensen die dat denken. Daarom is er tegenwoordig zoiets als de moderne synthese. Kent iemand dat? Nee? Oké. Okay. Je had als het ware het Darwinisme, de Darwinisme 2.0, heet het neo-Darwinisme. En nu heb je evolutietheorie 3.0 als het ware. En dat heet de moderne synthese. Want ik ben niet de enige die dit kan bedenken. Dat genetische variatie en natuurlijke selectie niet leiden. automatisch van een ontwikkeling van eenzellig tot de mens. Dus is niet het antwoord oké, okay, oké, okay, God heeft het gemaakt. Nee, dan is de reactie oké. Okay, als die niet toereikend zijn, dan moeten er dus aanvullende processen zijn. We moeten er andere mechanismen in werking treden die we nu misschien nog niet kennen. Laten we tijd en energie erin investeren om dat te onderzoeken en te kijken hoe we nou kunnen komen tot een synthese van allerlei verschillende factoren, die er dan wel toe leiden dat het mogelijk is dat een eencellige zich ontwikkelt tot een mens. Maar er zijn een aantal problemen voor die moderne synthese, ik zal er een aantal met jullie delen. Het eerste probleem heeft te maken met voortplantingsvermogen. Stel dat het zo is. En dit is heel puur beschouwd, eigenlijk geen onderdeel van de evolutietheorie, maar net een stapje daarvoor. Maar ik pak hem er eventjes bij, omdat het echt een wezenlijk probleem is. Stel dat leven wel is ontstaan uit levenloze materie. Misschien heb je het wel eens gehoord, een soort oersoep. En nou ineens, boom, pats, allemaal dingen bij elkaar na een hele lange tijd. Leven kan niet, maar stel het is wel zo. En dat leven heeft DNA, of in ieder geval iets wat erop lijkt, of een voorloper daarvan. Hoe gaat dat leven zich reproduceren? Want het meest eenvoudige leven wat kan ontstaan, is natuurlijk niet in staat om zichzelf te reproduceren. Dat leven, wat niet eens in staat is om zichzelf te reproduceren, zien we al niet ontstaan uit levenloze materie. Maar hoe kan het dan ooit zijn dat een mechanisme dat zichzelf wel kan voortplanten, ontstaat? uit levenloze materie. Of als dat niet het geval is, als er eerst organismen ontstonden die zichzelf niet kunnen reproduceren, hoe zijn die dan ooit ontwikkeld tot organismen die zichzelf wel kunnen voortplanten? Tweede, de accurate overdracht van fenotypen naar de volgende generatie. Dat heeft ermee te maken, je fenotypen zijn de uiterlijke kenmerken die je hebt. Hoe sterk je bent, hoe hoog je bent, de kleur van je ogen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die wordt voor een groot deel bepaald door je genotypen. Voor een groot deel bepaald door je DNA. Een groot deel bepaald door de genen die daarvoor coderen. Maar niet helemaal. Er zijn andere factoren die daar invloed op hebben. En dit gaat mijn petje te boven. Dus daarvoor wil ik jullie verwijzen naar het werk van Sy Gard. s y g a r T e Een van de topwetenschappers van dit moment. Die op basis van zijn werk op dit gebied tot de conclusie is gekomen. Er is een schepper. Van het leven. Want het leven kan zichzelf niet scheppen. Hij gaat je hier hele interessante dingen over vertellen. Je kunt een boek van hem lezen. Je kunt op YouTube een lezing van hem opzoeken. Heel veel van te vinden. Daarnaast, oké, okay, er is leven ontstaan uit levenloze materie. Er is op een of andere manier het vermogen ontstaan om zichzelf voor te planten. En er is het vermogen verworven om een fenotype op een accurate wijze over te dragen op de volgende generatie. Hoe is dan seksuele voortplanting ontstaan? Er zijn theorieën over, maar nog geen consensus. En daarnaast, dat punt kom ik even op terug, toename van complexe, van genetische complexiteit. Wie of wat maakt dat er een structurele toename kan zijn in populaties? Wat we juist zien als een populatie heel klein is, dat die zo klein wordt dat hij zichzelf niet meer in stand kan houden omdat er genetische variatie voor nodig is. om als populatie te kunnen overleven. Dat is waarom over heel de wereld. allerlei ingewikkelde fokprogramma's zijn opgesteld. om diersoorten die bedreigd zijn te beschermen. Incest is een probleem. Als je DNA hebt wat te veel op elkaar lijkt. en je maakt daar een volgende generatie mee. Dan komt het niet goed. Dan heb je nageslag met allerlei problemen. Ziek, zwak. Niet levensvatbaar, enzovoort. Er is genetische diversiteit nodig om een populatie überhaupt in stand te houden. Maar waar komt in al die verschillende populaties dan die genetische diversiteit in de eerste plaats vandaan? Meestal werkt het zo dat we uiteindelijk terugkomen op deze definitie. Dat er voorbeelden gegeven worden, voorbeelden geschetst worden van verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van een populatie. En dat dan de conclusie getrokken wordt, zie je wel, we hebben bewezen, evolutie is waar. Maar dat heet een bait-and-switch argument. Het is een drogreden. Daarmee heb je niet bewezen dat een eenzellige zich kan ontwikkelen tot een mens. Daarmee heb je bewezen dat er adaptatie is. Het enige wat je bewijst met voorbeelden van verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van een populatie, is. Verandering over tijd in erfelijke eigenschappen van een populatie. Niks meer en niks minder. Dat. Zijn er nog vragen uit de zaal? Kijk, Hosper. Jan, wil je ons helpen met de microfoon? Ik kan nog even een vraag. Ik heb ooit wel eens een interessant uh, onderscheid gehoord tussen operationele wetenschap en oorsprongswetenschap. Waarbij okay. operationele wetenschap is eigenlijk door herhaling van experimenten kun je eigenlijk wel iets redelijk duidelijk aantonen. En oorsprongswetenschap gaat veel meer over hoe dingen ontstaan zijn. En daar komen ook heel veel aannames bij kijken. Uh -huh. En in, in die aannames daar zit een beetje de crux hè, van wat, wat neem je aan en wat neem je niet aan. Uh, ik hoor daar heel weinig over terug in, in de publieke discussie over wetenschap, want het wordt eigenlijk altijd op één hoop gegooid. Terwijl één is, gaat heel erg over aannames, hè, de oorsprongswetenschap. We waren er niet bij, we kunnen het niet herhalen. Uh, terwijl met de, de operationele wetenschap kun je dat wel doen. Is dat een discussie die jij kent uh, zelf? Uh, en is, is dat een issue aan zich? Want ik heb het idee dat het één wat hoger staat in bewijsbaarheid dan het andere, hmm. He, En ook met de evolutie wordt het eigenlijk gewoon gezien als, een, als een, een, een feit... terwijl het nog steeds op aannames gebaseerd is. Ja. Nou, als je het puur hebt over evolutie... zie je bijvoorbeeld dat er een poging gedaan wordt... om het te trekken naar dat stukje van empirisch onderzoek wat je kunt doen. He, dat je experimenten kunt doen in een laboratorium... wat herhaalbaar is, waar je bepaalde uh, data mee vergaart... Het liefst onvermijdelijke conclusies uit kunt trekken. En dan is natuurlijk de bedoeling dat de conclusie is: een eenzellige kan zich inderdaad ontwikkelen tot een mens, want we weten dit, 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 dit en dit. Maar, ik heb zelf ook een aantal van die experimenten moeten doen. voor dat ene vak bijvoorbeeld, met uh, kleine waterdiertjes kweken en warm water en klein water en, en, en koud water. kijken wat er gaat gebeuren, worden ze groter, worden ze kleiner enzovoort. Um, het punt is: voor zover we nu weten, leiden al die experimenten al dat onderzoek, al dat laboratoriumwerk op dat gebied, er inderdaad toe dat we kunnen aantonen dat er een verandering optreedt in de genetische eigenschappen, in de DNA van een populatie. Maar daarmee is gewoon simpelweg niet bewezen dat een eencellige zich kan ontwikkelen tot een mens, omdat daar bepaalde aannames voor gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld dat als je natuurlijke selectie en genetische variatie maar genoeg tijd geeft, dat ze vanzelf zorgen voor een toename van genetische complexiteit. Gemiddeld genomen. Hè? Maar daar heb je die factor tijd nodig. En die is essentieel. Heb je ongeveer eh, 3 miljard jaar, 4 miljard jaar voor nodig. Of iets in die orde van grootte. Wat heel interessant is, want ik heb deze boek hier allemaal niet voor niets liggen natuurlijk. Is dit boek. Het heet The Anthropic Cosmological Principle. Het is een uh, dun boekje. Makkelijk te begrijpen. Nee, dit is ontzettend ingewikkeld, heeft bijna 700 pagina's. Maar deze mensen, John Barrow en Frank Tipler, die hebben dit boek geschreven. En hierin noemen zij een aantal voorbeelden, die, of eigenlijk elementen van die ontwikkeling, van een eencellige tot een mens, die zo onwaarschijnlijk zijn dat alle bruikbare energie in het universum verbruikt is voordat ze tot stand zijn gekomen, op basis van hun berekeningen. En het is er niet één, maar het zijn er volgens mij uit mijn hoofd een stuk of negen. Dus zij tonen hiermee eigenlijk aan. al dat werk wat er gedaan wordt. al het onderzoek wat geïnvesteerd wordt. in een poging om evolutie aan te tonen. als in een eenzellige tot mens. gaat nooit lukken. Waarom niet? In ieder geval met de mechanismes die we hebben binnen het neodarwinisme is het onmogelijk, omdat er te veel tijd voor nodig is. Maar goed, wie zegt dat dat zo is? Want we hebben nog nooit 4 miljard jaar geleefd. We hebben geen 4 miljard jaar aan wetenschappelijke of moderne wetenschap tot onze beschikking staan. We hebben misschien 150 jaar of 200 jaar, als we een beetje soepel rekenen. En daarin denk ik dat je gelijk hebt dat er voor een groot deel een soort oorsprongswetenschap betreft, dat er aannames gedaan moeten worden die we niet kunnen bewijzen, omdat we geen 4 miljard jaar hebben geleefd nog. Kan je dat herhalen dat iedereen het Ja, Het strekt zich ook uit tot geologie, archeologie, paleontologie. Ja. Uh, nou, noem ze allemaal maar op. Uh, ja. Maar ik mis dan een stukje bescheidenheid van, jongens, dit is eigenlijk iets wat wij niet echt goed kunnen bewijzen. Ja. We kunnen we een beetje aannemelijk maken. Mm -hmm. Maar die, die wetenschappelijke terughoudendheid die is er dus niet. En ik heb het idee dat er dus een hele andere drive achter zich zit om dit zo zeker te stellen. Ja. Het heeft te maken met paradigma's. Ik weet niet of je weet wat een paradigma is, maar het is een soort. Kijk op de wereld, een wereldbeeld zou je kunnen zeggen. En als je tot de conclusie bent gekomen: er is geen God, en je ziet om je heen alles wat je ziet, bijvoorbeeld dat wij er zijn, dan is er maar één mogelijkheid: dat er natuurlijke processen zijn die dit allemaal mogelijk maken. Want als er geen God is, moet dat wel. Dat is onvermijdelijk. Dus dat maakt ook dat er een bepaalde zekerheid is: van ja, jongens, we weten misschien niet per se wat die mechanismen zijn of hoe het dan werkt, maar dat weten of zeg maar, uh, materiële, natuurlijke processen in staat zijn om alles te maken wat we zien, alles te veroorzaken wat we in de grond tegenkomen, is een feit. Nou, één ding is ook duidelijk, voor de evolutie heb je dus miljarden jaren nodig. Volgens deze mensen, trouwens niet-christenen, uh, is het nog steeds onmogelijk, zelfs al geef je jezelf een paar miljard jaar de tijd, maar hoe dan ook heb je dat nodig. Dus dat betekent, als we het bijvoorbeeld hebben over geologie, moet het wel zo zijn dat de aarde een paar miljard jaar oud is. Dat kan helemaal niet anders. Dus als er iets gevonden wordt of iets ontdekt wordt, zoals bijvoorbeeld de radioactieve dateringsmethoden, die in die richting wijzen, wordt het heel makkelijk aangenomen als bewijs van hé hey, zie je wel, zo is het dus. Waarom? Er is geen alternatief. Het moet wel zo zijn. Dus eigenlijk is dat ook best wel logisch en ook te verklaren. Maar. Als je aan de andere kant de mogelijkheid openhoudt dat er een God is, zoals ik bijvoorbeeld doe. En je denkt van ja, misschien is de aarde een paar miljard jaar oud en het universum 14 miljard jaar oud, misschien is het allemaal wat korter. Geen idee. Laten we gewoon de wetenschap bedrijven en kijken wat het resultaat is, dan ben je daar natuurlijk een stukje terughoudender in. Omdat je niet. Er is geen noodzaak voor mij of voor ons om te zeggen, de aarde is een paar miljard jaar oud. Als de wetenschapper ons erop wijst, de aarde is 10.000 jaar oud. 6000 jaar oud, 80.000 jaar oud, vind ik het ook best. Want ik eerst voor mij helemaal geen noodzaak. Voor mij hoeft die aarde helemaal niet oud te zijn, snap je? Maar als ik wil geloven of geloof dat leven is ontwikkeld van een tot een mens, heb ik die miljarden jaren nodig. Dus moet het wel. Dus alles wat er dan op wijst, wordt automatisch aangenomen van je. Ja, Oké, okay, dat is dus zo. En dat hoeven we ook niet meer in twijfel te trekken. En alle weerstand daartegen is alleen maar vervelend. Als we het hebben over um, wat je noemde geologie, is een van de sleutels daarin natuurlijk de radioactieve dateringsmethode. Als we daarnaar kijken, heeft het te maken met het verval van radioactieve elementen in hun dochters, isotopen. Klinkt ingewikkeld. Anyway, als je ervan uitgaat dat dat verval constant is, dat je weet wat de waarde is van het moederelement en het dochter in de beginsituatie, Kun je uitrekenen hoe oud zijn de verschillende dingen die we vinden in de grond? Meestal zijn het soorten aardlagen, lava, magma. Je iets van een verschil tussen, geloof ik. Um, maar goed, anyway, dan kom je dus bij een paar miljard jaar uit. Interessant genoeg is er een groep creationistische wetenschappers die de handen in één hebben geslagen om te zeggen van hé, hey, laten wij nou eens onderzoeken hoe zit het er nou mee. Worden hier aannames gedaan die misschien niet kloppen? Als wij het zelf gaan onderzoeken en we investeren daar tijd en energie in, komen we dan tot andere conclusies. En zij hebben een boek uitgegeven, Thousands Not Billions. En ik heb het gelezen, 90% begrijp ik, 10% niet. Ik ben benieuwd hoe het voor jullie is. Ik kan het aanraden, omdat het een hele andere blik geeft op dat stukje van de geologie, namelijk de datering van aardlagen. En zij komen tot de conclusie, als we de wetenschap goed bedrijven... Leren die datering ons, de dateringsmethode ons helemaal niet dat de Aarde zoveel miljard jaar oud is, maar eerder enkele duizenden jaren oud. Ik kan het niet testen, ik heb daar de kennis niet voor, ik heb daar de middelen niet voor, ik heb niet de expertise, maar dit is de conclusie die zij schetsen. Uh, ik hoop dat hier nog veel over gesproken en over gedebatteerd wordt, want ik denk dat er best wel wat interessante dingen zitten in wat zij schrijven, uh, maar ik denk dat dat de achtergrond is van, van wat je beschrijft. Oké. Okay. Rizanne, is er bij jou nog een vraag binnengekomen? Nee? Nou, dat is geweldig, want de QA duurt tot 15 over 9. En het is 15 over 9. Dus uh, dat is natuurlijk helemaal geweldig.